enkel zo'n klein dingetje, mijn hemel. Kijk. Dat is om te, mee te zwemmen, dat is een hele masker met een snorkel erbij. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede morgen nog. Ja, het is 11 uur 29 en we leven op 11 augustus en het is dinsdag, ook Juttersmarkt is er vandaag. Maar ja, ik moet ook wachten tot mijn pakketje is bezorgd. En ik moet ook nog met Rijke uit en er zijn soms mensen die denken dat ze meer weten dan dat ik weet, maar ik woon hier en niet daar. En zoals het hier al doorgaat weet ik er meer van af dan de ander. Nou ja, we kunnen ze dan weer even niet hebben. Nou ja, dan hebben ze pech. Simpel. Maar ik wens jullie wel een hele goede morgen. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja. Mijn plan was dus om op mijn pakketje te wachten. Mijn plan was om alleen met mijn scootmobiel even op de markt heen te jagen. En kijken of er alweer op die brug wordt geschilderd. En dan bij thuiskomst weer even mijn pc opruimen met externe harde schijf te plaatsen. Want dan heb ik er twee, die van mijn mannetje nog. Nou, daar heb ik gisteravond heel wat al opgezet. Ja. En dan heb ik straks nog een nieuwe. Nou ja, daar kan ook weer heel veel op. Dus ik kan die pc heel veel wegdoen. Niks wegdoen, maar niet weggooien, maar wel bewaren, maar op externe harde schijven. Je kunt het altijd weer terugpakken als je het nodig mocht hebben, weet je. Dus, maar dat komt wel goed, ja. Dat komt allemaal wel goed. Ik ben er blij mee, ja zeker. Oh, die moet nog eventjes gezet worden. Het is niet maandag, maar dinsdag en het is 11. Zo, ook weer goed. Ja toch, dat is mijn kalendertje, die moet ik toch even zetten. Maar oké, ik... Ik ga toch zo even met Rijka lopen. Ja, mag ook eigenlijk al niet. Wordt me ook al wat gezegd dat dat niet mag. Dat maak ik uit. En dat maakt dat hondje uit. En niet een ander. Denk ik dat. Oké, ze weten heel veel over honden. Maar als mijn hondje aangeeft ik moet eruit, dan moet het eruit. In de tuin doet ze bijna niks meer. Dat is af en toe nog iets of iets. Maar ik loop langs een route, daar schijnt geen zon, omdat er bomen zijn. Ja, er schijnt natuurlijk wel zon, maar er zijn bomen, dus je hebt schaduw. Het waait daar altijd. Hoe je het ook wendt of keert, het waait daar. Dus het is daar gewoon lekker. Ja, dat schijnt dus niet te begrijpen. Dan moet ik er in de tuin gooien. Nou, wat denk je wat in die tuin is? Bloedheid. Ja, dus dat doe ik er niet aan. Dan loop ik liever eventjes met haar. Ja. En dat is koeler. Maar oké. Gedaan de zaken nemen een keer, zeggen we dan. Dan ligt er hier eentje voor Pampers op de vloer. Hé, Ewin. Ja, nou. En daar zit Gandalf. En die tas moet ik naar boven brengen. Dat vuile was. Dat gaat in de wasmachine zo meteen. En Rijka die legt daar op de bank. Dus ja, lekker de boel helemaal dicht. Ja, nee, die staat op, hoe moet ik het zeggen, niemand kan erin. De dingen zijn wel naar beneden, maar in de eerste gleufjes. Dus ze kunnen proberen wat ze willen. Het staat gewoon op een heel dun kiertje. En geen dief die er tussendoor kan, ja oké, een dief kan er altijd wel in komen, op wat voor manier dan ook, alleen jou is helemaal pot dicht. Ze kunnen er altijd wel in komen, dat weten hun wel mee te worstelen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze, we hebben nog,
Er is over onweer gesproken, maar hoe en wat precies weet ik niet meer. Dat zou aan het einde van de dag komen, maar waar? Het kan hier wezen, maar het kan ook daar wezen, maar het kan ook lokaal wezen. Dan moet je die lokaal even opzoeken. Ja, wie weet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Doei. Ja, hallo lieve vrienden. Voordat ik met Rijker ging wandelen, want ook die hek al uitgelaten. Hij kwam binnen. Ja, ja. Ze kwamen vanaf een verkeerde kant, wat niet mag, want je mag aan die kant er niet in. Maar hij liet ook de bus daar staan en hij heeft een heleboel belopen waar hij de pakketjes heen moest bezorgen. Maar oké, we gaan hem openmaken. Ja. Even kijken, dat zit met lijm vast. Ook handig. En hij is totaal niet zwaar, zal ik je vertellen. En het is maar een klein gevalletje. Terwijl die zo groot is, hè? Dus ja, dat zal allemaal nieuw wezen, ik weet het niet. Moet even zien hoe dit weer open moet. Ja. Ja. Zit mijn plakband vast. Even een scherp mesje. Dat zit zo ontzettend vast. Kan ik het daarmee doen? Ja, hij is los, maar dan moet hij ook nog omhoog willen, ook dat nog, ja, misschien is dat, zit in een mooi doosje of zoiets, weet ik niet, wow, nee het is geen doosje. Papiertjes, boekjes, toestanden met de gebruiksaanwijzing, dan moet je gelijk kunnen lezen. Gelijk in het Japans of in het Chinees. Hé, je kriebelt. Poepoe, wat is het warm. Nou ja, we zullen het beleven. Ik had wel een klein dingetje, mijn hemel. Ja. Zo. Is hij nog eens een keer ingepakt. Het snoertje. Echt een klein dingetje. Kun je meenemen? Ja. Nou ja, handig en verstandig zeggen we dan. Zo doe je het niet iedere keer. Kanonnen. Echt een heel klein dingetje. Zeg, nou, dat is net zoiets, weet je. Maar nee. Even groot. Welke moet waarin, zeg je dan? Op jouw beurt. Hup, hup, hup. Nee, die moet er niet in. Moet deze erin. En dan moet je net... Zo moet hij erin. En dan moet hij in de computer. Ja, ja. Maar dat zullen we later op de dag nog kijken. Want ja, ik ga ook nog even over de markt heen zometeen. En ik neem jullie natuurlijk mee. Ja. Nou, weer een leuk doosje als je iets sturen moet. En dus het komt ook wel weer goed. Maar ik vind de onderkant toch nog maar wel, ja... Ik kan je indeuken. Maar oké, ja, dat is het nou. Ik ben er blij mee. En ik neem jullie straks lekker mee als ik de hart op ga. Of ik vlog met jullie, dat weet ik niet, want het is maar net. Is er ook wat te vloggen? Ja, als er niks is, dan vlog ik natuurlijk ook niet. Nee, dat lijkt me logisch, hè? Maar in ieder geval, ik doe jullie wel in de tas, ook al regent het niet. Vanwege diefstal. Ja, dat wil je niet hebben. Nee. Nou, ik ben er blij mee, zei ik al. En dat komt allemaal wel goed. Zo.
Ik kan weer opgeruimd worden. Ja, en kon mijn mannetje me maar antwoord geven. Want ik vond bij zijn harde, externe harde schijf, vond ik een kartje met een snoertje. Met die dingetjes eraan. Ja, en ik weet dat hij ook met dat reuzenrad bezig was geweest, die toen op een gegeven moment brak. Hij was nog met andere dingen bezig, dat elfenhuisje voor verlichting. Was hij ook aan het klaarmaken. Ik denk dat het daarvoor bedoeld is, ik weet het niet. Maar ja. Ik weet het verder echt niet. Nee. Maar ja. Voor degene die er verstand van heeft, dat ging allemaal op hele kleine ledverlichting. Dat weet ik ook. Maar hoe ze en de watten, ik kan niet weten. Nee, ik kan niet weten. Gaat nou weer dicht. Zo. Nou, lieve vrienden, dat was het. En ja, ik ben er heel erg blij en gelukkig mee. Want ja, nou heb ik er twee. Dus twee keer meer, zo meer ruimte om die computer even op te schonen. Ja toch, dan kan ik ook weer wat meer. En niks gaat verloren. Zo is dat ook nog eens een keer. Maar, komt later. En we krijgen ook geloof ik weer wat mindere dagen. Want ik geloof dat er onweer en regen op komst is. Dus we zullen wat beleven. En het blijft wel warm. Dat weet ik ook. Maar, zolang het dit weer is, ken ik nog eventjes weg. Ja toch? Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Doei! Nou, helaas, ik heb niet kunnen vloggen. Nee, want er was niks. Ja, oké, de Juttersmarkt, maar wie heeft er nog één markt? Dat ga ik niet meer vloggen. Nee, is niet leuk meer. Enkel wanneer er wel leuke dingen is, ja, dan zal ik dat vloggen. Maar ik heb ook onze vriend met zijn roofvogels niet gezien. Dus ja, die was er niet eens. Ik denk te warm. Of hij is ergens anders uitgenodigd waar het misschien wat koeler is, je weet het niet. Misschien in een ruimte waar ze koelsystemen aan hebben of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij was niet aanwezig. Nee, ik heb de ventilator ook aan te blazen. En zit er eentje aan mijn tenen te kriebelen. Wat sticky. Ja, ja. En ik zag wat bij de DK. Daar heb ik maar even een foto van gemaakt en naar Karin toegestuurd. En toen kreeg ik een appje terug van haar. Van wat kost die? Ja, weet ik veel. Nou, heb ik nagekeken. Nou, 15 euro. Maar kijk. Dat is om mee te zwemmen. Dat is een hele masker met een snorkel erbij. Kan ze snorkelen en ze kan de GoPro erop zetten. Dus ja, hoe mooi wil je het hebben? Full-face driving masker. Ja, free breathe, weet ik hoe het allemaal heet. Maar in ieder geval, ik kies de GoPro op aan bevestigen. Het is helemaal toppie. En dan hoop ik dat ze past. SN. Ja, ik weet het niet. Het is maatje S en M. Ja, als je hem niet past, ik weet het niet hoor. Ik heb er geen verstand van. Maar ik hoop dat ze hem dan gaan ruilen ook, ja. Maar dat zullen we dan wel weer zien en beleven. Want ze komt toch andere week weer naar de handen toe. En dan logeert ze niet bij mij, maar bij iemand anders. Dat moet kunnen. Maar dan kan ze nog gelijk passen. Past ze niet, is ze weer terug naar de deken. Ja, toch? Ja. Nou ja, ik leg me gewoon op de tafel. Het is toch al één dikke bende. En hij heeft nog boodschappen, dat ga ik opruimen. En dan hier ook gelijk opruimen. En ik heb even een lekker slaatje. Ga ik even van nuttigen. En ik heb ook nog een bounty mee. Dus ja, het is 6 minuten over 2. Dus het komt alleen goed. Ja, zeker. Dus even weer brood ingeslagen, chip ingeslagen. Dus twee zakken maar hoor. Ja, en
wat in de aanbieding was. Ik heb ook een speetje voor mijn hondje. Deze zak. 99 cent maar. Dat ik er twee van deze en nog twee met citroenkoper. Ja. Nou, heb ik er ook twee van. Ja, wat wil je nog meer? Gewoon eentje op tafel leggen. Heel veel vieze vettige vingertjes, dan kan je dat gewoon schoonmaken. Ja, toch? Dus ja, ik ga zo meteen lekker even aan de slag. Even opruimen. En dan voor dat ding gaan zitten. Dat komt wel goed. Zo zeg ik, tot later.